soort prei roomsaus. Heus wel, zei hij. Hi jongens, voordat de vlog begint wilde ik heel even nog iets zeggen. Gisteren is er een video online gekomen waarin je kon zien dat ik in Amerika geshopt heb. En dat was in samenwerking met een bedrijf die er dan voor zorgt dat die producten naar jou toe komen. Ik heb daardoor heel leuk kunnen shoppen en ik vond de service heel goed. En ik heb echt superleuke producten kunnen aanschaffen waar ik al forever benieuwd naar was. Maar iets wat niet goed naar mij gecommuniceerd is, is dat behalve de verzendkosten je ook invoerkosten moet betalen. Tegen mij is namelijk gezegd dat zij die kosten op zich nemen. Dat ze die altijd op zich nemen, wat ze ook hebben gedaan bij mij. Alleen achteraf gezien blijkt dus eigenlijk dat je gewoon als klant altijd verantwoordelijk bent voor de invoerkosten. De reden dat het bij mij niet zo was, was omdat het een samenwerking was. Dus ik baal daar een beetje van en ik vind het heel vervelend dat dit misverstand is ontstaan en dat het daardoor voor jullie misschien niet helemaal duidelijk was. Dus bij deze wilde ik even sorry zeggen dat het niet duidelijk in mijn video naar voren komt. En ik wilde gewoon even zeggen van let hier alsjeblieft op mocht je ook iets willen gaan bestellen. Want ik zou het gewoon heel vervelend vinden als jullie ineens verrast worden met onverwachte kosten. Dus bij deze sorry en dan gaan we nu beginnen met de vlog. Goedemorgen allemaal. Lekker hysterisch make-upje heb ik op voor de dinsdagochtend. Maar Jasmijn is onderweg hier naartoe. En ik ga zo meteen met haar een aantal dingen shooten en filmen. En ook kerstgerelateerde dingen. Dus ik dacht, ik doe lekker een rood lippenstiftje op. En ik bedacht ineens, volgens mij zit Jasmijn nog helemaal niet in mijn vlog. Maar sinds een aantal maanden werkt Jasmijn voor mij. En dat doet ze, ja, ik denk gemiddeld een halve dag per week komt ze hier naartoe. En dan helpt ze mij eigenlijk met heel veel campagne dingen, met foto's maken, met filmpjes maken voor Instagram Story bijvoorbeeld, mailtjes, administratie, kwartaalaangifte. Eigenlijk doen we gewoon allerlei dingen samen en dat is wel heel erg fijn voor mij, want dat geeft mij gewoon meer tijd om bijvoorbeeld in mijn video's te steken. En heel veel dingen kan ik ook gewoon moeilijk alleen doen. In het verleden, zeg maar in het begin toen ik langzaam samenwerkingen kreeg, dan moest ik Nick af en toe lastigvallen. Of ik ging dan bijvoorbeeld met het statief foto's van mezelf maken. Maar het gaat zoveel makkelijker als iemand een foto van je maakt. En Jasmijn kan echt super goed fotograferen. Dus nou, misschien als je me volgt op Instagram heb je de laatste tijd een aantal echt hele mooie foto's voorbij zien komen. Van bijvoorbeeld mij met een vegan nacho schotel die we voor Santa Maria hadden gemaakt. Wacht, ik pak mijn Instagram er even bij. Dat is misschien wel leuk om te laten zien. Kijk, bijvoorbeeld deze met die nieuwe vega rookworst van de Hema. Deze foto's heeft zij dan ook gemaakt. En ja, ik vind gewoon de kwaliteit echt super. Deze hadden we ook een tijdje geleden gemaakt. Die vind ik ook heel sfeervol geworden. En hier nog een close-up. Nou, in ieder geval, daar helpt ze me dus mee. Ik like mijn eigen foto's soms, jongens. Sorry. En vandaag hebben we één campagne die we gaan shooten. En verder gaan we aan de slag voor mijn Vlogmas intro. Vandaar dat ik het bed heb verschoond met kerstbeddengoed. Wat de intro precies gaat inhouden, dat laat ik nog even een verrassing tot de eerste Vlogmas. Want dat is al volgende week als jullie dit zien. Echt, hoe dan? Vorige week hebben we ook al een introotje gemaakt voor mijn Advent Time. Dus ik heb een heel klein introotje wat altijd afspeelt voordat ik mijn adventkalenders ga openmaken tijdens Vlogmas. Daar hebben we echt nou, de leukste tot nu toe gemaakt. Ik vind hem zo cool geworden. En verder heb ik volgens mij ook een Lush event vandaag. Of is dat morgen? Nou, zal ik zo even checken. Dat is ook digitaal natuurlijk. En het wordt heel zonnig vandaag. Het wordt wel maar 13 graden, maar het wordt echt heel zonnig. Dus ik hoop dat nadat Jasmijn weg is, dat is denk ik rond de lunch, dat ik misschien even naar buiten ga of dat ik gewoon even misschien zelfs op het dakterras ga zitten. Wow, dat gaan we zo even bekijken. In ieder geval ruik ik al een hele lekkere geur vanaf beneden, want ik heb net mijn nieuwe kaars aangedaan. En de geur gaat echt door het hele huis, dus dat is een goed teken. Dit is hem en dit is dus mijn allereerste Bath & Body Works kaars.
uit Amerika. Gisteren is er een shoplog online gekomen waarin ik bij allemaal Amerikaanse shops heb gewinkeld. En ja, het is echt een hele leuke video geworden, vind ik. En vooral wat ik gekocht heb is echt idioot. Dus ik zal die hieronder even linken. Oh, en daar hebben we Jasmijn. Dus ik ga even open doen. Hey! Hoi! Inmiddels is Jasmijn er. Hey Jasmijn! Hoi! En ze is even wat spulletjes mooi aan het neerzetten voor een van de foto's waar ik het net over had. En ik dacht, misschien is het wel leuk als je even nog wil vertellen wie je bent. Ja, ik ben Jasmijn en ik studeer dus nu voor mijn master. En ik ben bezig met mijn thesis. En wat voor master doe je? Ik doe Business Communication en Digital Media. En gaat het goed? Ja, hè? Ja, het gaat wel goed. Dus ik ben nu ongeveer halverwege en straks zend ik mijn enquête uit en dan kan ik weer aan de slag verder en hopelijk snel klaar. En als je misschien nog mensen nodig hebt voor je enquête? Dat zou heel fijn zijn. Ja, ik kan hem nu nog niet eronder linken, want hij is nog niet klaar, toch? Nee, dus hopelijk binnenkort en dan kan ik alle hulp gebruiken die... Nice. Ja. Dat zal ik zeker even delen. Want je zei dat je mensen zocht vooral die op social media zitten. Dus dat komt denk ik wel goed. Ja, eigenlijk als je een beetje Engels kan en op social media zit, dan komt het helemaal goed uit. Dan denk ik dat we wel wat slachtoffers kunnen fixen. Zeker. Maar wij gaan nu even een foto maken en daarna gaan we verder met Vlogmas. Zin yes. in! Jasmijn is net weg, dit is hoe ik er nu uitzie. Maar we hebben heel veel kunnen doen, dus dat is fijn. Nog niet alles. Ja, ik probeer zeg maar voor mijn vlogmas begint zoveel mogelijk van de samenwerkingen die ook in december online komen al te shooten en aan te leveren, captions te maken, gewoon helemaal klaar te zetten, zodat ik in december hopelijk vooral alleen vlogmas heb en me daar gewoon op kan focussen en leuke dingen met Nick kan gaan doen en zo. Zodat ik niet dan helemaal alleen maar aan het werk ben, terwijl ik dagelijks aan het vloggen ben. Dus tot nu toe gaat het goed en maandag komt ze weer en dan kunnen we weer even verder met het een en ander. Maar ik ga nu even dit uitdoen, want hoe vrolijk ik hier ook van word, now is not the time. Nog niet in ieder geval voor mij. En het is inderdaad heel zonnig buiten, dus ik ga vragen of Nick met mij naar buiten wil. Ik heb even weer normale kleren aangedaan, een best wel dunne jas en ik ga even lekker wandelen buiten. Nick die gaat niet mee, want die is net al naar Utrecht geweest voor het eerst in maanden. Misschien dat hij dat zo even vertelt. Het is nu 4:00. Ik heb heel even snel een break met een soepie en een broodje, want ik had heel erg honger. Nick, die is net terug. Want die, een poosje. Die was in Utrecht. Hey. Wow. Nou, ik ging dus niet naar mijn werk. Het is echt een hele stomme reden en ik heb het heel lang uitgesteld om te doen, maar ik moest naar Utrecht. Want ik heb daar een fiets in de fietsenstalling staan, Utrecht Centraal. En daarvoor heb ik een abonnement en die verloopt elk jaar in oktober. En die moet dan verlengd worden, anders wordt die weggeknipt en weggehaald. Ja, het was nu half november, ik dacht, ik moet nu echt gaan, want er zit wel een lintje aan mijn fiets. En dan moet ik zeggen, ik heb hem verlengd, dan krijg ik een nieuwe sticker en dan wordt hij niet meer weggeknipt. Dus ik kom aan Utrecht Centraal, nou ik wist niet meer op welke verdieping mijn fiets stond, ik wist niet wat was. Ik was helemaal in de war. Ik kon mijn fiets niet vinden, dus dacht ik, misschien staat hij gewoon in de fietsenstalling op de universiteit. Oh. Maar dan moet ik wel even kijken, dus ging ik naar de universiteit. Toen stond met daar, de bus dan? Nee, met de tram. Oh ja, die heb je natuurlijk. En toen stond hij daar gewoon, ik dacht, ik had het niet gehoeven. Maar toen heb ik eventjes de band opgepompt en ben ik terug naar Centraal gefietst. Heb ik een nieuwe sticker gevraagd, gekregen, dus nu kan ik tot oktober daar staan. Tot oktober 2021? Ja. Nou, dan ga je geloof ik wel weer naar je werk, mag ik hopen. Ja. Toen ik op Centraal, even een roosje halen, zo zei ze een roodje. Het voelde echt net als vakantie. Ik kreeg ook gelijk een DM, hè. Van, oh mijn god, ik zie Nick op Utrecht Centraal. Echt waar? Gelijk dag 1. Goh, ik kan nooit zo'n stiekem doen. Nee, echt. Maar, stel, ik zou zo'n affaire hebben of zo. Dat zou echt niet kunnen. Sowieso wil ik dat niet. En ik zou niet tegen je kunnen liegen, maar al kon dat. Er zijn er zoveel verdachte DM's komen naar jou. Ja. Nee, iemand zei, ik zag Nick lopen, het leek net een droom. Nachtmerrie. Maar schat, hoe was het op de universiteit? Waren daar mensen? Ja, ik mag het gebouw niet doen. Dan moet je opgeven, dan mag je naar binnen. Hebben al die studenten helemaal geen les?
Fysiek? Ja, dat verschilt per vak. Maar in ieder geval, de kantoren zijn allemaal dicht en dan mag je ook niet echt. Tenminste, het is niet echt de bedoeling dat je daar komt. Maar zag je zeg maar wel gewoon studenten daar op de campus lopen? Ja, ook in de tram waren er wel studenten, maar niet heel veel. Oh, bizar hè? Ja, dat is echt heel erg rustig. Trouwens, die bloemen hebben we nu al 3 weken. Nou, ik vind het wel genoeg geweest. Nou, ik vind het nog steeds best mooi. Ik durf net niet hier naartoe te springen. Jawel hoor. Heus wel, zei hij. Hou je bek. Oh nee, ik weet al wat het was. Toen stonden die allemaal kaarsen. Toen dacht ik, nou, dit is te risky. Het is het eind van de middag. Ik ben best wel moe en ik moet nog zoveel doen dat ik dacht, ik ga gewoon even lekker op de bank werken. Dat doe ik bijna nooit. Dat is ook eigenlijk helemaal niet goed voor mijn houding en zo. Maar ik ben gisteren heerlijk gekraakt, dus ik heb nergens last van. En ja, dat geeft me gewoon even nieuwe motivatie. En ik heb een lekker koffietje erbij. En nog een stukje van een brownie die ik laatst opgestuurd kreeg. Ik hoop dat het nog goed is, maar het ziet er lekker uit. En dan ga ik lekker hier knus zitten. Event gehad van Lush, zoals jullie net konden zien. En het was echt grappig, want we zaten daar met bijna 60 mensen. En dan ging ik steeds een beetje kijken naar de mensen die ik kende, zoals Jill en Saske en Jenny. En ja, het was eigenlijk heel erg leuk. Alleen, het was de bedoeling dus dat we met z'n allen een doos gingen openmaken. Alleen, er was iets misgegaan, waardoor de doos niet naar mij was opgestuurd. Sad. Maar de mijne komt morgen alsnog binnen. En ondertussen heeft Nick gekookt. Wat heb je gemaakt, Nicole? Lasagne. Wat voor? Ja. Een soort prei-roomsaus. Mm. Ik denk dat het wel lekker is. Dat is een recept van HelloFresh. Ben heel benieuwd. Eten was zo lekker. Ja? Ja, super lekker. En mijn moeder appt net dat zij en mijn vader patchwork aan het spelen zijn. Die hadden ze van ons geleend. En blijkbaar zijn ze nu aan het spelen. Maar ik ga er dus even naartoe. Niet om te patchworken, want het is maar voor 2 personen. Maar er is voor mijn vader een pakketje hier bezorgd. En voor mij een pakketje daar. Lang verhaal, saai verhaal, maar dat ga ik in ieder geval even ophalen. En ik ga denk ik dan vanavond even lekker in bad liggen. Misschien doe ik even een mini Q&A'tje van 4 vragen of zo. Want ik heb volgens mij niet zoveel gevolgd. Maar ja, altijd als ik dat denk is de vlog echt zo'n kwartier lang. Ja. Ik ga het toch doen. Leuk. Enjoy. Even in bad Q&A'tje. Wil jij iemand de 4 vragen stellen of niet? Oeh. Mag je alles vragen wat je wil? Het is zo moeilijk als je alles kan vragen. Schat, je mag me altijd alles vragen. Ja. Nee, ik weet het. Nee, ik kan niks bedenken. Niks? Doe anders gewoon een hele simpele vraag. Oh, ik weet al 1 vraag. Ik ga ze gewoon alle 4 zelf bedenken. Leuke Q&A. Maar de laatste tijd zijn er een aantal nieuwe kijkers die vragen hoe het nou zit met hoe lang ik al vegetariër ben. Of ik wel eens vlees heb gegeten. Of jij nou vegetariër bent. Dus die ga ik sowieso beantwoorden. Maar fix dan. Nou, mag ook 1 ding bijzetten voor de nieuwe mensen. Die doen er ook goed, toe. Die vraag spoelt door. Is goed. En dan doe ik nog 3 vragen die ik niet zo vaak of nooit behandeld heb. Oh, ik weet een vraag. Mm. Welke hobby's zou je graag willen beoefenen en waarom? Maar dat ik het echt wil gaan doen of meer dat ik het zou willen? Dat zou ik willen. Ik weet al wat ik ga zeggen. Ja? Maar ik zeg pas een bad. En dan nog 2 vragen laat ik dan op Instagram kiezen. Oké, ik lig erin. En zoals beloofd, nog even 4 korte vragen. De eerste vraag is dus van verschillende mensen en gaat over vegetariër zijn. Nou, mijn ouders die zijn allebei al sinds hun 18e of 20e of zo vegetariër. En die hebben mij dus ook vegetarisch opgevoed. Maar wel met dat ik de keuze mocht maken om vlees te gaan eten. Alleen thuis aten we het niet. En toen ik 13, 14 was, heb ik een fase gehad van 1 jaar of zo, waarin ik het dan wel leuk vond om af en toe vlees te eten. Met name hamburgers bij de McDonald's met vriendinnen en soms bitterballen en zo. En we gingen ook een keer op uitwisseling naar Ierland, geloof ik. En toen at ik bij dat gastgezin dan ook wel eens vlees of vis. Maar eigenlijk vond ik het helemaal niet lekker. En kwam ik al heel snel tot de conclusie dat ik gewoon ja, zelf ook vegetariër wilde zijn. Dus sindsdien ben ik denk ik al 14 jaar of zo vegetariër.
En Nick is niet 100% vegetariër, maar hij koopt zelden vlees. Nou, als hij een keer gezopen heeft en hij heeft heel erg zin in kapsalon of zo, dan doet hij dat. En soms als hij bij familie eet of zo, dan is hij zeg maar niet strikt vegetarisch. Dan eet hij ook wel eens wat of als er wat overblijft of zo. Maar over het algemeen eet hij bijna nooit vlees of vis. De tweede vraag is van Francis en die vraagt: ervaar jij, net als velen van onze generatie, prestatiedruk en hoe ga je hiermee om? Gelukkig bijna niet. Eerst wel hoor, maar wel echt een stuk minder. Maar wat ik het moeilijkst vind is dat het werk wat ik doe best wel dom bekend staat. Dus als ik dan zeg ik vlog, dan heeft dat een heel dommig imago. Dan denk ik, oh, een vlogger. Dus dan heb ik heel erg de neiging om te verantwoorden van: ja, ik maak dus video's, maar daarnaast maak ik ook wel eens video's voor bedrijven. Bijvoorbeeld de Bibliotheek Rotterdam. Of ik geef workshops op scholen of aan bedrijven. En dan probeer ik alle dingen die ik ook doe er heel erg bij te noemen. Terwijl mijn werk bestaat gewoon voor het grootste deel uit mijn YouTube-kanaal en mijn Instagram. En daar ben ik hartstikke blij mee. Maar dat, ja, dus op die manier voel ik wel een beetje een soort druk alsof ik moet verantwoorden dat ik echt een baan heb met inhoud, zeg maar. Maar wat voor mij heel goed helpt, is om te denken van: al zou iemand denken van, oh, ze is vlogger, terwijl ze is afgestudeerd aan de PABO. Ik ben nu zo gelukkig en dat is mij zoveel meer waard dan wat mensen er precies over zullen denken. En ik vind mijn leven echt geweldig. Dus dat helpt voor mij heel erg. En ik herken ook wel, dat had ik een tijdje terug meer, maar de laatste tijd minder, dat ik heel erg bang ben dat mensen denken dat ik niet veel werk. Ik heb het ook een poosje voor mezelf bijgehouden. En toen kwam ik erachter dat ik gemiddeld 30 uur per week werk. En ja, ik vind dat helemaal prima. En je hoeft je ook totaal niet te schamen als je geen 40 uur werkt. Dan de vraag van Nick. Wat voor hobby zou ik eigenlijk echt stiekem willen hebben? Ja, ik zou dus willen dat ik wat geduldiger was. En dat ik dan echt kon genieten van dingen zoals breien of borduren. Beetje van die precieze dingetjes. Ik heb dan een fase gehad dat ik leerde breien, maar na een kwartier ben ik gewoon zo verveeld. En ik zou ook willen dat ik wat beter kon niksen. Bijvoorbeeld in bad zitten, gewoon en dan niks te doen. Ik moet, terwijl ik in bad zit, bijvoorbeeld een podcast luisteren of een Q&A opnemen. Zeg maar, ik ben zo slecht in niks doen. En soms zou ik dat wel wat meer willen. Ook in mijn hobby's, zeg maar, dat ik iets doe wat ik eigenlijk nu heel erg saai vind. Nikja die vraagt: mis je het oude huis? En het antwoord daarop is eigenlijk nee, totaal niet. Veel minder dan ik dacht. Ik had verwacht dat ik het hier heel erg naar mijn zin zou hebben. Maar dat ik wel soms zou denken van: oh, het oude huis. Maar ik mis het echt totaal niet gewoon. Het enige wat ik mis is dat het daar zo warm was. Dat je echt zo een uurtje de verwarming 's ochtends aandeed. En dat het dan de hele dag gewoon warm bleef en dat je totaal niet je deur van je kantoor dicht hoefde te doen. En hier moet ik wel echt, als ik dan een kamer heb waar het lekker warm is, dan doe ik wel de deur dicht. Anders gaat het een beetje tochten. Of het is gewoon een oud huis uit de jaren 30. En we hebben gelukkig dubbele beglazing en zo, maar er kan echt niks op tegen dat huis waar we hiervoor woonden. Maar verder, totaal geen heimwee. Ik voel me hier helemaal thuis, alsof ik hier al jaren woon eigenlijk. Nou, ik ga nog even lekker in bad chillen en daarna naar bed toe. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie woensdag weer. Doei! Om met z'n tweeën dan te gaan darten thuis. En dat wij dan al heel veel oefenen. Oh, zo braaf!